Een besloten bijeenkomst gisteravond bij Shell Chemie in Moerdijk. Opnames mochten er niet worden gemaakt. Onder bezoekers vooral veel oud-Shell-medewerkers met veel technische vragen. Harde kritiek op Shell over het recente incident van de afgelopen week, die bleef uit. En ook Shell zelf wilde er tijdens de informatieavond niks over kwijt. Behalve dan dat het bedrijf de oorzaak van het lek nog onderzoekt. Ondertussen wordt er nu bijna een week non-stop gefakkeld. Voor ons dorp is het wel vervelend dat er s'nachts nogal een geweldige stank was. De andere ochtend roedeeltjes waren en de andere dat, ja, die stroomleidingen geklapt en nu weer alle fabrieken stopgelegd. Zit er een verband in of niet? Dat is niet duidelijk. De een zegt nee, ik kom niet van Shell vandaan, van een ander, maar van wie dan wel? Volgens Ad Vermeulen van Hart voor Moerdijk gunnen de meeste Moerdijkenaren Shell nog het voordeel van de twijfel. Maar het bedrijf staat er sinds gisteren zeker niet beter op. Er gebeuren wel te veel dingen achter elkaar nou. En ook, ja, wat is er op het ogenblik aan de hand dat alles stopgelegd is? En dat, ja, dat vraagt wel, dus dat vraagt wel om duidelijkheid. Baart u zorgen? Ja, in zekere zin wel. Wat is er aan de hand? Is het achterstallig onderhoud? Is het toeval? Is het allemaal toeval? Wat is er aan de hand? Shell ligt nu zeker tot het einde van het jaar stil. Naast overlast voor de omgeving betekent dat voor het bedrijf een schade van vele tientallen miljoenen euro's.